Deze nieuwsuitzending is echt nieuws. Want ik heb net een community guidelines strike opgelopen van YouTube. Over een filmpje of een uitzending. Het is niet echt een filmpje, want het is een foto met eronder gekletst van mij. Van vier dagen geleden. Dat filmpje had ik gemaakt naar aanleiding van een artikel wat ik las op PrisonPlanet.com. Die website van Alex Jones. En daarin wordt er een melding gemaakt dat een negroïde dame. in Amerika ongelooflijk uithaalt naar elke blanke. Dus. Die negroïde dame, die heb ik beschuldigd van racisme. En ik hou niet van racisme. Dus ik zal dit, uh, de, de titel van deze uh, nieuwsuitzending. zal ik maar goed over na gaan denken dat ik niet weer een, uh, een ben oploop. Uh, want kennelijk hebben mensen zich eraan geërgerd. Terwijl het toch bij mij er alleen maar om ging dat ik tegen racisme ben. Maar kennelijk als een Neger of een Negroïde iemand. Ja, neger is op zijn Nederlands geen scheldwoord. Hè? Een Negroïde iemand, als die racistische opmerkingen maakt, dan mag je daar niks van zeggen. Vraagteken. Echt waar, joh? Maar dat is toch flauw. Ik heb ook wel eens negroïde mensen horen zeggen dat racisme een afwijking is. Hè? Dat is dus onbehoorlijk. Maar alleen blanke mensen kunnen bestempeld worden als racist. Negroïde mensen niet. Dat vind ik racistisch. En ik hou daar niet van. En wat ik dan ook niet leuk vind, is dat ik. Ja, ik ging even naar mijn kanaal toe en dan uh, your content has been removed, of zo. En je mag het zelf nog even zien voor zeven dagen of zoiets. Nou, wat mij betreft mogen ze we gelijk weghalen. Want uh, ja, voordat ik iets upload, schuif ik het hier. Ja, ik heb het hier natuurlijk ook staan. Als ik, het heus, ik kan het zo nog even naar uh, luisteren als ik wil. Ja. Ik gebruik er geen vieze woorden of zo. Maar iemand heeft zich daar dood aan geërgerd, neem ik aan. Het was uh, hate speech. Ja. Nou zeg. Ja. Wat was er nou heet, aan? Hè? Die die, die de persoon in Amerika, die was begonnen door mij als het ware uit te maken voor uh, deze nieuwszak. Uh, voor een hè, de blanken uit te maken voor het tuig. Op basis van wat? Waar haalt ze iemand de, de redenering vandaan? Dat wij verantwoordelijk zijn voor slavernij? Hoezo? Slavernij, dat was iets en is iets. van alle tijden. Heden ten dagen is er nog slavernij. En inderdaad, het blanke ras heeft daaraan meegedaan. Maar dat was niet de uitvinder van slavernij. Ja, maf. We hebben eraan meegedaan. En wij zijn het enige ras dat slavernij officieel via de wet heeft afgeschaft. Dat is begonnen in Amerika. Dus, wat valt ons te verwijten? Wij hebben slavernij niet uitgevonden. En wij blanken waren zelf ook slachtoffer van slavernij. We hebben een bevolkingsgroep hier in Europa, en dat is het sla volk. En dat heet zo omdat die regelmatig die gebieden waar die mensen woonden. Die werden binnengevallen door hele boze lui en uh, iedereen die nog uh, behoorlijk kon werken. En die werd meegenomen als slaaf. Daarom heette dat het Slavische volk. Eventjes arbeiders halen in Joegoslavië. Er is veel gebeurd man. Je had zo'n volk en dat zat in wat ze dan toen noemden Kazarië. Nu heet dat dan denk ik, de Oekraïne of zo. En die Kazaren, ja, die hadden er ook een handje van. Hè? Om even wat arbeidskrachten te gaan scoren. In bijvoorbeeld Joegoslavië, in wat nu Joegoslavië heet. Hè? De slavernij trof helemaal niet specifiek negroïde mensen. Dat was in die tijd zo. Maar het waren de negroïde mensen in Afrika die elkaar verkochten aan Arabische slavenhandelaren. Die ze weer doorverkochten aan de blanken met de boten. Zo zal het in elkaar. En ons valt verder helemaal niks te verwijten. En het aantal blanke mensen dat überhaupt mee heeft gedaan aan dat slavendrijverij gebeuren. Jongen, dat is een heel klein deel. Door mijn familie bijvoorbeeld. Die heeft er niks mee te maken gehad. En als je dan toch mij iets in de schoenen wil gaan schuiven omdat ik geen negroïde ben, maar een Kaukazier, ja, Dat is racistisch. En ik ben antiracistisch. Ik hou er helemaal niet van. En het maakt me niet uit wie bezig is met het in de rond te slingeren van racistische praat. Ik hou er niet van. Dus ook niet als het een negroïde iemand betreft. Maar daar moet ik kennelijk erg mee oppassen op YouTube. Nou, oké okay, dan maar, hè? Dus bij deze. Dit wordt een uh, nieuwsuitzending uh, 673. Uh, correctie. En voor alle duidelijkheid, ik ben antiracistisch. Ik heb nog wat gekeken naar Jesse Lee Peterson en ik ben het niet met alles eens wat hij zegt. Maar een aantal dingen wel. En Jesse Lee Peterson is zelf negroïde en is helemaal klaar met die andere negroïde mensen die hun armzalige bestaan. Want negroïde mensen in Amerika zijn, ja, die behoren niet tot het rijke deel van de natie. Ze wonen veel in ghettos, veel zijn unemployed, werkeloos. Ja, en Jesse Lee Peterson zegt: Ja, jongens, het is jullie eigen schuld. Dit kan je niet de, de blanken verwijten. En die staan hier buiten. En die negovide mensen in Amerika, die zeggen nou, ja, het gaat allemaal om de heerschappij der blanken en die moet doorbroken worden. En daar gaat het helemaal niet om. Ja, want blanken krijgen veel makkelijker een lening bij een bank dan negovide mensen. Dat is niet waar. Er wordt gewoon gekeken door een bank naar de haalbaarheid als ze het geld terugkrijgen. Als ze dat niet zien zetten, dan krijg je geen lening. Punt. En die Negro-wie, persoon die dat, dat artikeltje had geplaatst. met een ongelofelijke vuilspuiterij over Blanken. Ja, zou die ook een community strike hebben gekregen? Ik vraag het me af. Twee dagen terug zag ik een nieuwe publicatie op Prison Planet ook weer. Over haar. Dat ze nergens nog een schepje bovenop had gedaan. Dat gaat gewoon door, hè? Lekker twitteren, man. Weet je. Daar stond Prison Planet ook nog bij stil. Maar ja, die tot Hola. Die kan even op Twitter de, de meest gruwelijke dingen zeggen over blanken. En uh, er wordt helemaal niks gekild. helemaal geen strike, helemaal niks. Nee, maar Perritje Winkeltje uit Arnhem die moet op zijn woorden passen. Ik vind dat meten met twee maten. Dat mag toch duidelijk zijn? Dat zou je toch zelf ook vinden, of niet? Nou dan. Het was ook bij Jesse Lee Peterson dat hij een, een negro de vrouw via Skype met cameraatje en alles, best een mooie dame, en, vrij jong was ze. Maar jongen, 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 voor haar was het allemaal duidelijk hoor: het feit dat het met negro de mensen in Amerika niet zo goed gaat, dat komt allemaal door die blanken. Ze willen vergoedingen, reparations. Ze willen geld, ze willen geholpen worden. Ze willen en vooral dat blanke mensen zich heel erg schuldig gaan voelen over het lot van Negel, wie de mensen. Maar waarom? We hebben die mensen niks aangedaan. Die slavernij was een bezigheid van Jan en Alleman. En wij hebben daar heel bedruimeld en nee, beduimeld en bedremmeld afscheid van genomen. Ergens in de 19e eeuw. En er zijn wel blanke mensen en die zijn uitermate racistisch, dat geloof ik direct. Maar ik niet. Laat dat even duidelijk zijn. Ik beoordeel mensen op hun gedrag. En het gedrag van deze vrouw, dat vond ik niet door de beugel kunnen. Dus daar heb ik wat van gezegd. En omdat zij dan zo racistisch was, heb ik erbij stilgestaan dat zij zelf Negeroïde is. Ja, ja misschien had ik dat laatste niet mogen benadrukken. Het is wel zo dat het er zoveelste keer is... dat ik dus op Prison Planet... Uh, artikelen zie van negroïde mensen... die de meest afschuwelijke dingen doen. En daar gewoon mee wegkomen. Het was niet zo lang geleden dat iemand uit Somalië... wat doet zo iemand in Amerika eigenlijk, maar goed... Die woont dan in Amerika. En die heeft in een winkelcentrum. Heeft hij een blank jongetje van de tweede etage. huppakee naar beneden gedonderd. Een jongetje wat hij helemaal niet kende. Dan was er was ook iemand. en die heeft dus. Uh, op, uh, ergens gepost... van ja, als dat een blanke was geweest. die een negro jongetje... Uh, in het winkelcentrum van twee hoog. Op de, op de tegels had gedonderd. Dat was een rel geworden. Ja, dat geloof ik ook. Maar nou is het andersom. en dan hoor je er helemaal niks van. Er is een artikeltje in de krant. En in de kop blijkt dan niet eens dat het gaat om een negroïde iemand. Dat moet je echt even doorlezen. Ja, om dan te zien dat het gaat over iemand uit Somalië. Het zijn rare tijden, vind ik hoor. Veel geschiedvervalsing dus. Er dat dat, dat wordt ook gezegd hè, dat de blanken die hebben dan het land ingepikt van de autochtone bevolking van Noord-Amerika. Dus de indianen, de Apaches en de Comanches en de Hopis. Dat, 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 dat is niet echt waar. <laughs> Punt 1: wij waren op de vlucht voor de paus. De paus was hier in Europa bezig met moordpartijen, met hun fijne. Je kent het wel, die inquisitietoestanden. Wij waren er niet van gediend. Wij zijn gevlucht. Wij waren vluchtelingen. En de paus is lekker achter ons aangekomen. En dan ons gaan lopen vertellen dat we dat land hebben ingepikt van de Indiaanse mensen. Maar toen we daar aankwamen was het land leeg. Datzelfde geldt voor Zuid-Afrika. Dan kregen we ook de schuld van van alles en nog wat. Dat is toch niet eerlijk? Nou dan. Nou, ik vond dat ik je toch eventjes uh, kwijt moest. Wij de, de protestanten op de vlucht voor de paus en dan de schuld krijgen van de, de genocide van de Indiaanse mensen in Amerika. Het is niet eerlijk. In 1776 heeft de Katholieke Kerk heeft Amerika overgenomen. We hebben dan maar heel even vrij kunnen leven, snap je? Maar een korte duren. Toen was het feest voorbij. 1776. Dat was met die Amerikaanse grondwet en alles. Ja, dat snappen maar weinig mensen. Dat dat het moment was waarop de paus weer helemaal uh, hallo. En jullie dachten van mij weg te kunnen vluchten. Nou, hier ben ik weer. Abraham Lincoln, die 1865, die president is vermoord door de pausman. Die burgeroorlog van het zuiden tegen het noorden, die is begonnen door het zuiden. En ze zijn die oorlog tegen het noorden begonnen omdat de paus had gezegd: uh, ik steun jullie. En daarom is die oorlog begonnen. Dat had niks te maken met slavernij. Door Abraham Lincoln die in het noorden zat. Ja, ik weet hier niet heel veel van hoor, maar die was niet eens zo anti-slavernij. Het interesseerde me eigenlijk niet zoveel. Later heeft hij dat wel ingetrokken en gezegd. Van, ja, ik vind het raak maar niks. Maar dat was, in die tijd was het ook zo, dat men kwam erachter dat slavernij, dat is niet economisch handig. Je kan veel beter werkafspraken maken. Dan heb je tevreden personeel en uh, ja. uh, voor minder inspanning uh, meer opbrengst, snap je? Wij wisten dat. Nou, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat ik hier dan geen community strike op krijg. En dat diegene die die community strike mij heeft bezorgd, dat die hier nou luistert en begrijpt dat ik helemaal geen racist ben. En op tegen ben dat mensen zich racistisch uitlaten. Of het nou Eskimo's zijn, of Pygmeeën, of Sinti's, of Roma's, of Russen, of Roemenen. Maar je laat je niet racistisch uit. Dus ook niet als je van negroïde afkomst bent. Punt. Het lijkt mij niet meer dan eerlijk hoor. Nou dan. Als we dit allemaal goed kunnen begrijpen. dan kan ik op zijn hamburg zeggen. Tjus. En dag lieverds.